zijn we trots met z'n allen. Hij is vandaag hier de winnaar van de zilveren televisiester en de gouden televisiering. Bo van der Verdonnen! Jongens, wat een eer. Nou, is al het goud al neergedaald. Ja, wat leuk, hè? Laat hem zien. Kijk, ik heb hier al mijn gebroken vinger heen. Ik heb een gebroken pink. Echt waar? Heb ik al jaren geleden, Aaron. Al mijn vingers zeggen, mijn hele lichaam is heroïne. Ja. Maar ik heb hem hier al mee gedaan. Vertel, hoe ben jij wakker geworden? Hoe zag het eruit na dat feest gisteravond? Is het al vrijdag of niet? Want ik ben echt wakker geworden. Ik heb 1 uur geslapen. Echt waar? Ja, het wat was heb je gedaan? Echt, we hebben een feest gehad. Toen hebben we weer een feest gehad. En toen gingen we naar een ander feest. En toen waren we opeens op een ander feest. Dat was het. En dit is nog steeds het glas van... Nee, dat is niet zo. Nee. Maar we hebben echt een waanzinnig leuk feest gehad. En iedereen was zo blij. Ik denk dat het echt wel een van de mooiste dagen is die ik ooit heb meegemaakt. Ik vond het mooi, want jouw toespraak aan het einde, toen je de ring had gewonnen, die was heel mooi. Je bedankte iedereen. En daarna liep je weg. En toen liep je nog heel even terug en zei je, ik ben zo gelukkig. Dat vond ik echt zo mooi. Dacht, dat snap ik heel goed. Ja. Maar dat heb ik nog niet teruggezien. Wel die eerste speech. En daar moest ik ontzettend om lachen. Want ik lulde maar wat, zeg maar. Mm-hmm. Maar dat kan... Dat had je wel door. Ja, maar ik weet in die laatste speech wel, kijk, daar zijn mijn kids. Ja, dat is toch schitterend. Wat een schatje, zeg. Ja. Ach ja, wat leuk, jongens. Nee, ik weet dat ik allemaal gekke dingen heb gezegd. En mooie dingen ook. Dat is wel het beste ook. Gewoon niet te veel voorbereiden. Ja. Maar dan loop je vandaag op straat hier in Amsterdam. Wat zeggen mensen tegen je? Echt, zoals Matthijs van Nieuwkerk zou zeggen, als de gebraden haan. Ja? Ja, dus dan loop je echt een beetje zo rond. Iedereen komt naar je toe. En iedereen alsof je een soort bananenpak aan hebt. Iedereen wil met je praten, want het ziet er leuk uit. Mm-hmm. Ja, heel erg leuk. Maar ik moet er ook niet te veel in gaan geloven. Ja. En ik probeer het ook de hele tijd van me af te duwen. Dus het gaat niet om mij. Een dagje mag toch wel? Een dag mag wel. Ja. Een dubbelslag. Volgens mij is dat voor het eerst in de geschiedenis van de televisiering, toch? Dat iemand en een ster en de ring op dat moment gewonnen heeft. Ja, dat moeten we op gaan zoeken. Dat is tegenwoordig niet zo. Dat is wel uniek. Dat is zo. Dat is zo. Voor mij is het zo. Het was een fantastische avond. We praten zo verder. Maar laten we even kijken hoe die avond gisteren verder verliep. Ja. Op de rode loper van de Gouden Televisiering is iedereen bezig met de genomineerden en met heel huis de ingang bereiken. Voornamelijk ben ik met mijn jurk bezig. Mijn jurk, dat er niemand op staat. Oh, staat erop? Ik heb zelfs 7 kaarsjes opgestoken. Voor Bo. Zeer bijgeloof, ja. En normaal komt het altijd uit. Heeft hij het gevoel van het kan nog? Of? Nou ja, zeker wel. Maar hij is sowieso heel blij dat hij is genomineerd. En, Als het hem niet wordt, is het ook mooi. Wat hopen jullie? Dat hij beide prijzen gaat pakken? Natuurlijk, tuurlijk. Hey, 4 keer, nou moet het lukken, hè? Gaat gebeuren! Zijn ze vandaag ook genomineerd, of zeg ik zomaar iets? Nee, ze zijn genomineerd. Ik denk dat de luizenmoeder gaat winnen. Kijk, we moeten allemaal realistisch zijn, daar hou ik toch het meest van. De race is nog niet gelopen, toch? Nou, dat blijkt, want uiteindelijk gaat Bo dus mooi met de prijzen vandoor. En dat vinden wij niet raar, dat vinden wij alleen maar heel bijzonder. Bo! Kan je gewoon gaan! Dat is leuk. Hij is echt leuk. Ilse Waringa. The Musical. Chantal Jansen. Bo, 5 days. Zie je? Chocolatje. Ja, dat is een keer shock. Oei. Ja, ongelooflijk onwerkelijk. Ik had echt nooit verwacht. Ja. Hij moet weer terug. Ja, we zien je zo. Hoe voelt het? Ja, geweldig. Ik kan niet anders zeggen. Ik ben ontzettend blij en vereerd. Wat ging er door je heen? Niks. Ik denk, shit, ik moet wel gaan zeggen nou, natuurlijk. Mijn vader is nog even bezig. Ja, inderdaad. Ze staan nu een half uur op ongeveer dezelfde plek. En ze denk ik een meter verschoven. Yes! Boom! Kijk. Heb ik je heel lang laten wachten? Nee, helemaal niet. Het is jouw avond. Zijn we nog op televisie? Of zitten we gewoon met elkaar dit te vieren? En zit ik in een soort droom hier? Wauw. Ik vond het bizar dat ik daar dan opeens dat hoorde. Bo 5 Days Inside. Ik dacht van ja, dat snap ik gewoon niet. De luizenmoeder heeft niet gewonnen. Wat vind je daarvan? Jammer. Ik kan niet anders zeggen. Ik had het, ik was wel, noem je dat, verrast. Wow! Mario! Voor jou 20 jaar ups en downs, is dat ook een beetje wat door je hoofd gaat nu? Als je een paar keer geknakt bent, dan is het wel goed voor een mens. Daar word je niet vervelender van. En nu, de wraak smaakt des te zoeter dat ik het toch weer goed heb gemaakt. Ik gun het Bo heel erg hoor, want ik vind het een heel goed programma. En ik snap ook dat het heeft gewonnen hoor. Fantastisch! Ik sluit niet uit dat ik trouwens
over een half jaar boven de Amazone uit de luchtballon gaan springen, hoor. Niet dat mijn zender denkt dat ik alleen maar inhoudelijke programma's ga maken. Oh, gelukkig. Ja. Ja. Ik wil dit toch nog even kwijt, hoor. Ik heb al de boulevard. Volgens mij zijn het namens ons allemaal dat we ook echt een soort van ontroerd en trots waren. Want ja. Het staat ook een beetje op ons af. Je hebt ons niet bedankt, overigens, voor de televisiester, maar niet uit. Ja. Nee, maar dat is ook zo. Ik bedoel, ik heb gewoon natuurlijk... Ik maak hier zoveel vliegenuren. En dat ik hier zo een beetje uitbundig kan doen, dan kan ik daar weer een beetje ingetogen. Ja, maar hoe zuur waren de luizenmensen? Nou, ik denk het niet. Kijk, ze hebben de Nipkow-schijf gewonnen. Ze hebben waanzinnig, hebben alle eer gekregen. 3,1 miljoen kijkers gemiddeld. En het is alleen gek dat mijn kleine programmaatje, wat wij hebben gemaakt met een klein team, ik geloof dat 1,2 miljoen had bij elkaar. 6 afleveringen tegen die grote molochen. Dat vind ik wel extra stoer. Ook wel een goed teken, vind ik dat. Ik vind het ook wel mooi, hoor, dat zoals Ilse Wallinga, dat ze zegt, ja, ik ben teleurgesteld. Nou, dat is toch mooi ook. Terecht. Ja. Je wil hem graag winnen. Superleuke vrouw. Ja. En ze waren de gedoodverfde favoriet, maar je hebt met 52% van de stemmen gewonnen. Dus dat is echt veel. Ja, maar dit vind ik dus nu alweer moeilijk. Ja, kunnen we niet over iets anders gaan praten? Ja, we hebben het uitgezocht. Johnny de Mol heeft in 2015 zowel de ster als de ring gewonnen voor Syndroom. Oh, sorry. Ja, dit is helaas al eerder gebeurd. Nee, maar wat ik waarom zo mooi... zijn we ook altijd zo grondig met Boulevard? Ja. Kom op. Nee, wat ik zo mooi vond, want Bo is heel bescheiden, maar hij staat daar dan de afloop... Nou, dat duurde echt lang, die interviews, maar hij deed ze allemaal keurig, ook alle fans. Dan staat hij er even met Sally en zijn vier zonen en dan even zo'n momentje met elkaar om te beseffen wat het gelukt is. Na 20 jaar, toch een jubileumsfeestje. Ze wilde ook wat zeggen gisteren. Dat hebben we even gevraagd aan ze. Hoe trots ben je? Nou, zo ontzettend trots en zo ontzettend verdiend ook. Want het is echt een prachtig programma. En Bo laat denk ik mensen echt zien, dingen zeggen die ze misschien zonder hem als presentator niet zouden zeggen. Vorig jaar dacht ik wel van ja, het zou wel heel leuk zijn om die ring vast te houden. Toen Arjen Lubach hem had. Het is gelukt, zo ook gelukt. Revenge. Ja, zo kan je het wel noemen, ja. Ja, echt een prachtig programma. En Jan, op jouw verjaardag. Ja. Hoe is dat? Fantastisch. En noem die ook nog even, hè? Je moest... Ja, dat was wel een beetje awkward. Want dan, want dan sta je op en dan is het echt van, oké, wat moet ik nu doen? Moet ik omkijken? En de luistermoeder is het niet geworden. Terwijl iedereen dat dacht natuurlijk. Ik had dat ook verwacht, dat de luistermoeder... zou winnen, maar ja. En ook toen ze zeiden... Mag ik dat niet zeggen? Ik was voor mijn vader, hè. Ik ben voor mijn vader, maar het was zo dat ik het... Ik had het gehoopt, maar ik had het niet verwacht. Ja, kijk, die Jan in jouw voetsporen treden. Ja, het is zo'n praatjes maken, dus dat zou best kunnen. En die anderen lijken natuurlijk veel meer op hun moeder, op Sally. Die hebben dat terughoudende, dat meer verstandige. Ja. Ja, maar als één front achter jou. En ja, wat leuk. En ik gooi stiekem een beetje voor de leeuwen. Maar ik heb ze ook duidelijk gevraagd, je weet wat er gaat gebeuren. Je krijgt 5000 foto's voor je kiezen. En ze vonden het gewoon wel leuk. Dus dat is toch gaaf om mee te maken ook? Ja, absoluut. Zeker als je je vader zo vaak hebt zien verliezen. Ja. Oh, weer een beetje respect voor die man gekregen. Ja, fantastisch. Maar